Hey boys, welkom. Het is hier terug, Tom's Retro Corner, TRC underscore live. Met vandaag een Turiel skipping guide. Nu, ik weet het, ik heb al lang geen Turiel skipping meer gedaan. Maar ik ben terug van plan om wat meer YouTube guides, YouTube video's te maken. Om jullie het RuneScape leven een beetje gemakkelijker maken. Dus ik denk als je naar deze video kijkt, dat je ongeveer wel weet wat Turiel skipping is. Het idee van Turiel skipping is gewoon... als je een task hebt bij Duradel of bij Steve van bijvoorbeeld 200 blotvelds en je wilt dat niet doen, je doet even NPC contact of je gaat naar buurtoop met je game necklace, je praat met Turael, die sleermaster daar, en die geeft je een gemakkelijkere task. Dat is eigenlijk Turael skipping, dat is eigenlijk gewoon hoe het werkt. Dus vandaag met de guide Dwarves. Nu, voor mij, naar mijn weten, is er maar één deftige plek op RuneScape om dwarfs te killen. En daar gaan we nu naartoe. Dus hetgeen dat ik ga doen, is mijn Maxcape pakken en naar Taverly gaan. Nu, het maakt niet uit hoe dat je hier geraakt. Gewoon, gewoon naar Taverly geraken. En hier moeten we zijn, de White Wolf Tunnel. Dus we gaan even naar hier. Nu, je moet wel weten, het is hier niet multi ofzo. Dus het is hier wel single combat, maar hier zitten veel dwergen. Zoals jullie zien, er zijn 1, 2, 3, stuk of 10 dwergen. En dit is eigenlijk gewoon de plek waar ik mijn dwarf tasks doe. Je kunt dat ook bij Falador doen, maar er zitten maar een paar dwarfs bij elkaar. En die liggen vrij ver van elkaar. Dus dit is eigenlijk gewoon waar ik dwarfs kill. En hier spawnen er ook veel. Dus ik hoop dat dit jullie echt geholpen heeft met de Turiel Slayer Skipping Task van Dwarves. Merci om te kijken en ik zie jullie graag in de volgende guide. Yo!